Hey, het is vandaag dinsdag en de tweede week paasvakantie. En ik heb vandaag nog belated birthday cards gekregen, of eentje toch, met een leuk envelop. Deze, voilà. En dan gaan we nu openen. Welkom bij mijn vlog. En het is een kaartje van Nathalie, meisje van Tumblr. En het ziet er zo uit. Papadam. Zo, voilà. En binnenin is er een. Het is echt een leuk kaartje met een leuke tekst ook. Maar binnenin is er ook nog een taart. Dus zelfs op dinsdag nog verjaardagskaartjes krijgen, dat is zo. Derde dag na mijn verjaardag, dus waarom zou een verjaardag ook geen week mogen duren, hè? Het is alles veel leuker. Ook super om een paar dagen na de verjaardag kaartjes te krijgen, dus dankjewel Nathalie. Het is net een pakketje afgeleverd. En ik weet al wat erin zit. Ha! En omdat ik in mijn vorige vlog een cadeautje heb uitgepakt en blijkbaar was niet iedereen tevreden over mijn uitpakstijl. Ik zeg geen namen, Leandra. Maar ga ik jullie dit uitpaksessie besparen. Of deze uitpaksessie. Letten op mijn taal. En dan gaan we gewoon direct kijken wat er in zit. Zoals nu. Zo, unpacking is done. En wat zat erin? Deze Senseo Up. Dat is de nieuwe Senseo machine van Philips. En ik mag die gewoon uittesten en houden. Dat is het beste gedeelte eigenlijk van het hele verhaal. Ik mag hem houden ook. Dus dat zat erin. In de grote doos, de machine zelf. En dan kreeg ik verder nog gratis koffie. Deze. Gewone deca koffie, wat ik niet drink. Dat is geen echte koffie. En dan ook nog, en die heb ik nog nooit gedronken, de Senseo Vienna. Lijn. Dus een van de specialere smaken en dat is chocolade met vanille van geur. Want er staat bij gearomatiseerd, moeilijke woorden weer. Ik weet niet hoe dat die smaakt normaal. Evenwichtig en rond, dus meestal drink ik sterke koffie. Dit is dus het apparaat. Tada! Dus iets kleiner dan de gewone Senseo, omdat het ook eigenlijk de bedoeling is voor studenten. Dus ik ga die de komende dagen gaan uittesten. Of straks al natuurlijk, uiteraard. Dus voilà, nog een leuk verjaardagscadeau. De handleiding die lijkt wel een landkaart, maar bon, ik kan eraan uit. Het is ook niet, het is niet veel, het is heel beknopt en het is in verschillende talen, dus je moet eigenlijk niet veel lezen. Maar voor het apparaat de eerste keer te gebruiken, moet het systeem of het apparaat één keer volledig doorgelopen zijn. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu het waterreservoir vullen en dan een grote bak van ongeveer 1 liter daaronder zetten. Om de koffie of om het apparaat eens te laten doorlopen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Het is een heel compact en heel klein apparaat. Moet ik even opletten dat ik niet boven het maximum gaan. Okay. Voilà. Ja, dat moet het ongeveer zijn. Ik ga daar een deksel op doen. Het is een heel compact apparaat. En het is eigenlijk ook bedoeld voor de studenten onder ons eigenlijk. Of niet alleen voor studenten, maar voor jonge mensen die juist alleen gaan wonen. Of in een appartement gaan wonen. Om, ja, 1 liter, dat moet gaan. Omdat die heel compact wonen meestal, en of een student op kot. Perfect. Voilà. Dus die wonen heel klein of heel compact, die hebben niet veel plaats. Zeker niet voor de grote Senseo toestellen. Dus daarvoor is de Senseo Up eigenlijk perfect. Zo, voilà, zo zien we het systeem ook. Dus
Het apparaat ziet er ook veel kleiner uit dan de gewone Senseo Strict Sultan. Zo heel groot is hij dus niet. Wat ook een beetje ambetant was, of ambetant. Er zijn wel degelijk, ondanks dat je maar één tas koffie kan zetten per keer, zijn er wel cuphouders voorzien, ook voor twee padjes. Maar het zat helemaal onderaan de doos ingepakt, dus daar heb ik wel even naar moeten zoeken. En gelukkig stond het op de handleiding dat die wel aanwezig moest zijn, want anders was de doos misschien zomaar bij het papier gevlogen. Voilà. Niet dat we dat hier heel veel gebruiken, die twee keer, die twee pads, want dan krijg je heel slappe... Is de koffie minder lekker, toch? Hè? Dus, voilà, ik ga het toestel nu voor de eerste keer laten doorlopen. Dus dan moet ik naar het schijnt gewoon drukken, even zien. Dat is hier. Eerste keer water erin, max. Voilà. Dus daar zitten we al, dat heb ik ook gedaan. Ja, dan moeten we één keer op een knop duwen en dan gaat het water voor de eerste keer doorlopen. Oké, let's push. Behoorlijk wat lawaai wel. Het water loopt ook door vanochtend. En nu is de boiler gevuld in het apparaat en dus zal de volgende keer veel minder lawaai maken. Gelukkig maar. Het is wel iets meer dan een zouttoestel. Ziezo, het apparaat heeft voor de eerste keer doorgelopen. De boiler is opgewarmd. Dus gaan we koffie maken? Nee, uiteraard. Gaan we het gewoon testen. Hè. Dus ik heb een koffiepotje. Heeft uiteraard de, het lekbakje, zoals het woord, terug onder plaatsen. Oei, nou, er zit nog water in zelfs. Ai, foutje. Voilà. Ik zal misschien nog maar eens gewoon al ik zal hem nog maar eens even laten doorlopen, omdat dat ook al dat het niet nog een liter water gaat geven hier. En warmt op, dus dat is wel goed, denk ik. Even zien. Dat we zeker alles in de tas kan, uiteraard. Ja, dan moet ik even wachten en alles vol praten, natuurlijk. Het handige aan het apparaat is ook dat het automatisch uitgaat. Dus als de koffie gezet is, moet je niet meer nog op het knopje gaan duwen om het apparaat uit te zetten. De koffie is gezet en dan is het klaar. Dus, wachten. Zo, voilà. Het apparaat is nu echt volledig doorgelopen. Geen verborgen waterlekjes meer. Dus, lekbakje eronder. Koffiepadje erin. Voilà. Klep toe. Dat is ook de enige keer dat je dat zonder echt iemand te schofferen kan zeggen. En dan gaan we er gewoon de tas onder plaatsen. Hè. Voilà. Hupsa. En dan is het tijd voor koffie. En op een halve minuut zou de koffie doorgelopen moeten zijn. Naar het schijnt. Voilà, het water warmt al op. En dan zal de koffie er snel gaan zijn, denk ik. Hè. Zoals je ziet, geen plaats voor twee tassen onder te zetten. Voilà, daar is de koffie. De tas zal nu volledig vol zijn.
eigenlijk maar half vol, maar dan blijft de koffie wel iets langer warm dan in zo'n grote open tas. Dus dat is altijd wel een voordeel. Voilà. In principe zou ik daar twee tassen kunnen in doen. Maar het voordeel met dit Senseo-machine is ook dat je de hoeveelheid water kan bepalen. Dus je kan tot 145 milliliter water programmeren voor één tas. Dus dat is een klein voordeel, denk ik. Voilà, mooie schuimlaag. En dan gaan we koffie drinken, hè. Dus het zal nu nog een beetje warm zijn, maar we zijn direct terug, denk ik. Voilà, de koffie is klaar. Mooie schuimlaag, zoals we dat kennen bij een Senseo. En uiteraard, de smaak is zoals koffie smaakt. Alles is eigenlijk heel mooi afgewogen tegenover elkaar. Er zit quasi altijd ongeveer evenveel in een koffie, in een padje. Dus het water is ook hetzelfde. Dus veel verschil van smaak is er nooit niet. Maar hij doet het goed, hij ruikt lekker. En dat is het belangrijkste, want met zo'n nieuwe machine weet je natuurlijk nooit dat er toch iets misgegaan is in de productie. Maar het is de moeite. En de machine is handig. Neemt niet veel plaats in. En inderdaad, op een halve minuut heb je eigenlijk koffie. Het schakelt zichzelf ook uit, dus dat is ook handig. En het enige minpuntje, denk ik dan, is dat je er geen twee kopjes mee kan zetten in één keer. Maar dat is ook niks onoverkommelijk. Ja, en het feit dat het programmeerbaar is, dat je dus je water kan programmeren, is ook wel handig, denk ik. Dat moet ik nog wel eens uittesten, maar dat ga ik zeker doen, omdat het mij wel handig lijkt. Voilà, dus mocht je nieuwe Senseo zoeken en je woont klein of je hebt niet veel plaats, de Senseo Up is zeker een aanrader. Zo, de dag zit er alweer op. Er gebeurde ook niet heel veel op een door de weekse dinsdag in de vakantie, want dan werk ik voor school of studeer ik. Gelukkig was er vandaag dus koffie om te testen. En tijdens of doorheen de dag dacht ik me nog één ding dat eigenlijk niet zozeer een groot gebrek vormt aan de Senseo Up, maar je weet het of je weet het misschien niet, maar iedere nieuwe Senseo heeft die kan de gewone cups of de gewone pads aan in het machine, maar de speciale pads, bijvoorbeeld voor cappuccino en dergelijke, passen niet altijd op alle Senseo machines. En we hebben hier thuis dit, ik weet niet of jullie dit kennen, maar hierin kan je dus gewone gemalen koffie in doen. En dan doe je open. Voilà. Dan kan je hierin dus het gewone gemalen koffie doen. Dan doe je dat terug dicht en dan kan je dat normaal in je houder steken voor twee pads. Maar dat werkt dus niet op deze Senseo Up. Dus voor de mensen die dit gebruiken thuis, als je geen gewone pads wilt gebruiken van gelijk welke merk of keten, dan is dat misschien wel iets om het niet te kopen. Maar ik drink eigenlijk dagelijks de gewone koffiepads van Hema, die eigenlijk heel lekker zijn. Dus mocht je ze nog niet geproefd hebben, zeker eens gaan doen. Als ook de gemalen koffie is bij de Hema heel goed. Maar dat is persoonlijk, hè, qua smaak. Dus, anyway, dat gezegd zijnde, is dat de vlog voor vandaag, of voor deze keer. Dus ik kan alleen maar zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. Dit was een vlog met een sterk staaltje van product placement. Dus hopelijk vonden jullie dat niet erg. Volgende keer is het terug een gewone vlog, dat is beloofd. Morgen is het woensdag en dan is het ook studeren. Dus ik weet niet wanneer de volgende vlog komt, maar hij komt er zeker. Sooner or later. Dus ik kan alleen maar zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. Ben je nieuw op dit kanaal, vergeet dan op het einde van de video of nu onderaan te subscriben of te abonneren op dit kanaal. Geef een duimpje op het einde en heb je commentaar of heb je vragen? Laat een comment achter beneden in de commentbox. En dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende keer. Dag!